Het is een oude wijk. Met nog wel toch wel veel oudere bewoners. En dat maakt het ook wel gezellig. Want die mensen weten alles, kennen alles hier. Dus dat is altijd wel leuk als je wat wil weten. En je ziet nu dat er toch wel veel jongere kinderen hier naartoe komen. Omdat de speeltuin is veranderd een paar jaar geleden. Hele mooie speeltuin geworden. Dus ook van buiten de wijk Hilsum Noord komen de mensen naartoe. En ja, je ziet het al hier op de achtergrond. We zijn aan het nieuwbouw plegen. Dus ik vermoed dat er straks wel weer een hoop jonge gezinnen naartoe komt. En dan krijg je dus weer een hele verandering. En brengt het overlast met zich mee, twee verschillende leeftijdscategorieën in één wijk? Ja, dat is in het begin wel, daar word je mee geconfronteerd. Want je ziet dat een bepaald leeftijdsgenoten groeien met elkaar op. En op een gegeven moment dan zijn ze ouder geworden. Dan overlijdt er een of men gaat naar een bejaardenhuis. En dan krijg je toch meestal een jong gezin terug. En dan, dan begint het weer van voren af aan. Hè. Kinderen maken herrie, fietsen liggen voor de deur, spelen s'avonds op straat. En oudere mensen zijn dat dan niet meer gewend. In hun eigen tijd was dat normaal met hun eigen kinderen. Maar ja, er zit zo'n tijd tussen dan. En dan gaan ze bellen dat ze overlast hebben. Maar ja, het zijn wonen leefgeluiden. Daar doe je dus heel weinig aan. Nou, je probeert die mensen toch wel uit te leggen. En wat natuurlijk een kenmerk van deze wijk is dat het geluidsniveau binnen de woning heel slecht is. Je hoort heel veel van elkaar. Het zijn echt wandjes dat je denkt van, hey, als ik een aanloop neem, ben ik er doorheen. Ze zouden ook veel meer gaan slopen hier, was de bedoeling. Omdat dat echt noodzakelijk was. Maar geld, dat is de grootste rol geworden tijdens de crisis. Dus een hele hoop gaan ze renoveren. Dus dat geluidsniveau binnen de woningen blijf je houden. En dat geeft wel eens een hoop problemen. Maar goed, burenbemiddeling is ingeschakeld. Of opgericht, zou ik haar zeggen. En wij schakelen ze dan in als er burenproblemen zijn. Het wordt door de woningbouwverenigingen en de gemeente wordt dat bekostigd. En dat geeft goede effecten, goede resultaten. En hoeven wij niet overal met achteraan te rennen. Is de wijk veilig? Ik zeg wel. Bewoners denken er vaak heel anders over. Want die bekijken het toch anders. Want als er bij jou ingebroken wordt, dan heb je gelijk een heel groot onveiligheidsgevoel. Als ik het over de hele wijk bekijk, dan zeg ik het aantal inbraken valt nog wel mee hier in deze wijk. Er is een keer er wordt regelmatig onderzoek gedaan, hè, naar mensen van wat ze vinden van de veiligheid. En als je dan kijkt naar de cijfers, dan kun je wel stellen dat iedereen zich veilig voelt in deze wijk. En dat er nauwelijks sprake is van onveilige toestanden of inbraken of dat soort zaken. Dat komt eigenlijk nauwelijks voor in deze wijk. Ik vind Hilversum Noord een hele leuke buurt, ook om in te werken. Het is een wijk die ruim is opgezet. Er is toch nog wel veel groen. Ondanks dat er toch wel veel parkeerproblemen zijn. Want iedereen heeft haast twee auto's, erg gezien. Dus dat is wel een nadeel ervan, want dat kun je niet allemaal kwijt. En sterke punten. Ja, ik vind... Er zit van alles hier. Een hele grote groep buitenlanders woont hier, van allerlei plumage. Oudere mensen, jongere mensen. Het is, hier zitten bijvoorbeeld het Erfgooisbuurt, is toch wel, vind ik, wat ouder. En er zijn hele leuke woningen. Als je verder op de kant op gaat, dan krijg je flatwoningen. Daar zit weer een heel ander publiek tussen. Nou, ze gaan nu bij de Stroeslaan Cupstraat, gaan ze ook weer bouwen. Nou, hele leuke woningen komen er voor terug. Wordt gewoon een hele leuk wijkje, wordt dat. En dat geeft de wijk toch wel wat jeugdigheid, vind ik. Ik zit hier nu 11 jaar in deze wijk en ik zit al vanaf 83 hier in Hilversum. Dus bijzondere herinneringen, ja, dat zijn toch wel, je maakt wel eens vechtpartijen mee. Een keer een steekpartij die eigenlijk, waar je op straat staat en achter je in een flatportiek is een steekpartij, wordt iemand neergestoken. Dus binnen twee tellen sta je daar, die dader zit er nog op. Dat zijn dingen die je niet vergeet. We hebben hier een pandje gehad, als je dan echt over Erfgooisbuurt heeft, daar zat een drugsdealer in. Nou, die mensen hadden ontzettend veel overlast ervan. En door toch een hoop dingen op papier te zetten en door te gaan ermee, is het toch gelukt om die eruit te zetten in samenwerking met de woningbouwvereniging. En als je daar nu in dat stukje komt, dat is het doodlopende stukje van de Erfgooistraat, dan zie je toch dat die mensen jou toch dat waarderen en altijd vriendelijk zijn tegen je. En dat doet je toch wel goed. Wat wij in deze buurt nog heel sterk hebben, dat is een netwerkoverleg.
woningbouwvereniging, Versa Welzijn, maatschappelijke dienst, jongerenwerker zit erbij. En dan stemmen we een hele hoop dingen op elkaar af. En die contacten zijn gewoon heel goed. En dan kun je een hele hoop in de wijk doen met elkaar. En dan zie je vanmiddag maar weer, straatspeeldag. Nou, je wordt gelijk benaderd en ik krijg daar ook bericht van. Je laat je gezicht even zien. Ouders zie je, kinderen zie je. Nou, die netwerkpartners zijn er. Er wordt ook geld door hun ingestoken. En dat komt ten goede van een buurt.